Waai. Kom er gezellig bij. De jongens en meisjes mogen lekker hier vooraan komen staan. Breuk. Hallo. Luister. Luister. Hoe is het nog droog daarbuiten? Het drukt nog een beetje, maar het regent niet meer. Nou ja, in de Efteling zijn we allemaal van suiker, maar we zullen niet smelten. Nee, precies. Luister. Sprookjes worden verteld. Hè? En de wind hoort de verhalen uit alle windstreken en in alle talen. Ja, de wind neemt ze mee. Dus als je nou eens heel luistert, dan hoor je hoe de wind zo'n sprookje luistert. Ja. Om ze mee te nemen totdat ze blijven hangen in de kruinen van de bomen. Waar de sprookjes door de takjes kunnen stromen. En in het sprookjesbos. In het sprookjesbos sprokkel ik alle gevallen takjes bij elkaar. En daarom ben ik de sprookjesprokkelaar. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ik dacht ik vul u even aan. En als het rijmt, dan is het waar. Zo is het maar net. Al klinkt het nog zo raar. En deze jonge enthousiasteling hier, dat is Olivier. Ja, hallo. Ja, Olivier is mijn vazal. Precies. Ja, op deze plek, hier aan de rand van het bos, kom ik graag. Ja, de wind staat hier altijd gunstig, zo ook vandaag. En u moet weten, hoe beter de wind, hoe meer kans op mooie verhalen. Op de mooiste sprookjes en verhalen. Ja. Ja. Ja, iedereen kan voelen of de wind goed staat, wist u dat? Is dat zo? Ja. Hoe doen we dat dan? Nou, ga maar eens rechtop staan, lukt u dat? Ja, dank je wel. Laat maar eens zien. Ga maar eens. En nou? Maak eerst het topje van je vinger nat. Heel goed, mevrouw. Heel goed. Draai dan een rondje met je arm in de lucht. Ja. Strek je uit. Hop, hop. Ja, dan voel je de zucht van de wind die waait door het woud. En dan wordt het topje van je vinger koud. Ja, voel je al iets dan? Mijn topje van mijn vinger wordt een beetje koud, ja. Oh, perfect. Voelen jullie dat ook? Ja. Ja, niet. Oh, heb je wel goed een rondje gedraaid? Ja, dan moet je het nog een keer doen. Wij wachten heel wel. Goed. Ja. Het ziet er nu beter uit. Oh ja, ik zie ook waar de wind vandaan komt. Waar vandaan? Ja, vanachter. Ja. Oh, gelukkig. Ja, ja, gelukkig. Ja. Ja. Nou, fantastisch. Magisch. Magnifiek. Dan denk ik dat we op deze plek gerust een sprookje kunnen sprokkelen. Zeg Olivier. Een sprookjesprokkelaar. Zou jij samen met iemand voor mij een takje kunnen zoeken? Ja, natuurlijk. Hier aan de rand van het bos. En wie wil ons helpen vandaag? Wil jij ons helpen? Zullen wij samen op zoek gaan naar een takje? Nee, is toch een beetje spannend? Ja, dat snap ik wel. Weet je wat? Ik ga voor u op zoek naar een takje. Nou, aan de wacht ik hier. Is even kijken. Oh, hier. Perfect. Ja. Dat is ook toch waar. Olivier, je leert reuze snel. Het takje is wel een beetje nat. Maar hopelijk zit er wel een stukje van een sprookje in. Nu om echt te weten welk sprookje erin zit opgeslagen. Ja. Luister. Luister. Ik ben benieuwd. Er was iets. Ja. Er was iets. Een prins. Een prins? Ja, een prins die dolgraag wilde trouwen met een prinses. Aha. En daarom nodigde hij iedereen uit voor een bal. Oh. Ja, zelfs de meisjes die geen prinses waren, mochten komen. Op de avond van het bal, de prins was zo nieuwsgierig wie er allemaal was gekomen. Ja. En hij had zin om te dansen. Om te dansen, maar is ook zo waar. Ja. Sorry dat ik er onderbreek, maar hoe danst een prins of een prinses? Geen idee. Ik heb ook geen idee. Heeft iemand een idee? Ja, mevrouw, u weet het. Ja,
Weet u het? Oh, ik ben heel erg goed gesmaakt. Ja, dat zeker. Ja. Maar heeft u een idee? Nou zal ik je wat vertellen, Olivier. Ja? De prins deed de deuren van de balzaal open. Want hij wilde gaan dansen. Hij wilde gaan dansen, maar wat hij zag, was dat de hele balzaal was gevuld. Ja? Met jurken. Werkelijk waar, de ene jurk was nog groter dan de andere. Ja, iedereen had zich... Nee, groter. Zo groot. Groter. Zo groot. Jurken van wel 100 laagjes. Ja, iedereen had zich enorm uitgedost om indruk te maken op de prins. Ja? De stiefzus van Assepoester had zo'n grote jurk dat ze wel 3 stoelen nodig had om te kunnen zitten. Nou, ja. En de andere stiefzus, die had al 3 mensen omver gedanst. Omdat ze zo'n grote jurk hadden? Omdat ze zo'n grote jurk hadden. En de prins was in de war. Ja. Hoe kon hij nou een meisje vinden om mee te dansen? Ja. Toen niemand keek, dacht de prins, ga maar eens een luchtje scheppen. En op het balkon barstte de prins in tranen uit. Oh. Verdrietig omdat hij het meisje van zijn dromen nog niet had gevonden. Nee. Totdat ineens op zijn schouder voelde hij een hand. Een hand? En hij hoorde een lieve stem. Ja? Die vroeg aan de prins, gaat het wel? Wil je anders een slokje van mijn... van mijn Ranja. De prins keek op. En hij zag 2 stralende ogen. En daaronder een prachtige glimlach. Maar hij vergat om iets te zeggen. Oh, waarom? Hij was op slag verliefd. Op haar? Op het meisje. De prins keek naar het meisje. Het meisje keek naar de prins. En het was liefd op het eerste gezicht. Maar ze hadden nog niet eens gesproken. Oh. En omdat de prins niks zei, dacht het meisje, nou dan ga ik maar weer naar binnen. Oh. En toen pas, toen het meisje wegliep, zag de prins dat ze die avond een prachtige jurk aan had. En aan haar voeten droeg zij 2 fonkelende glazen melk. Oh, maar dan weet ik niet dat is. Ja, maar dat wist de prins nog niet. Oh. Hij stelde achter het meisje aan. Ja, maar wie zou dat meisje kunnen zijn? Heb jij een idee? 2 glazen meltjes en een mooie jurk. Assepoester. Hij stelde achter het meisje aan. En te midden op die dansvloer vroeg hij eerst haar naam. Maar daar gebeurde het dat de prins voor de allereerste keer zijn Assepoester ten dans had gevraagd. Wauw. En toen de... En toen? En toen de... Ja, wacht even, iets met een klok, maar... De klok... Wat zegt de takje? Ja, wacht even, pardon hoor. Meer zit er niet in. Wat bedoelt u? Het takje is afgebroken. Maar u weet dus niet hoe dit sprookje verder gaat? Oh, jawel. Ja, dat weet iedereen. Oh, dat is waar. Maar dat is waar. Dat van dat glaasje Ranja, dat wist ik nog niet. En dat zit dus in dit takje? Ja, dat in dit takje, ja. Wauw, goed gevonden. Nou, zeg het. Ja, stoppen maar in de man. Bij de andere takjes? Ja. Oh, kunnen we regelen. Maar weet je wat nou zo jammer is, Olivier? Vertel. Nou, dat we het einde nog niet hebben verteld. Oh ja, dat is waar. Want de prins zocht het hele koninkrijk naar het meisje van zijn dromen. En iedereen hoe zat het ook alweer, mocht het glazen meldje passen. Maar er was er maar eentje. Bij Assepoester zat het als gegoten. En de prins vond zo zijn droomvrouw terug. Ze gingen trouwen. Ze gingen samen wonen. En ze leefden nog lang. Ach, wat zegt u dat mooi. Ach, zou het nog eens kunnen? Dat we het is zo ontroerend als we dat tegelijk doen. Dat is prima, dat is wat bijzonder. Kunt u het einde nog één keer vertellen? Ja. Oké. Ze gingen samen wonen en trouwen. En ze liefde nog. Nou, wauw. Krijgt u nou het gaan nu in uw oog? Nee hoor, zat een vliegje in. Oh, okay. Ja. Zo. Ja, het gaat wel. Ja, zeg. Maar, wat doe je? Oh nee, ik dacht ik wil mij zeggen. Nee, niet nodig. Nee, ik wou nog wat zeggen. Oh, wat wilt u zeggen? Zeg, houden jullie ook zo van sprookjes en verhalen? Ja. Ja. En... Vindt u het dan ook belangrijk dat die sprookjes en die verhalen nooit verloren gaan? Ja, dat is heel belangrijk, zeker.
Jij vindt het belangrijk. Ja, zeker. Ja, ja, ik hoorde het. Ja. Ja. Nou, zeg, zullen we dan afspreken? Dat we het sprookje van Assepoester tenminste één keer aan iemand anders doorvertellen? Ja. Is dat afgesproken? Ja. Waarom dan, sprookje? Nou, zo gaat het sprookje nooit verloren. Oh, ja. Omringd door de wind spitsten we onze oren. En we hoorden het takje een sprookje fluisteren. Maar dat was er slechts één. Dus kom gerust wat vaker luisteren. En neem dan een prachtig takje voor me mee. Ook een sprookje. Of misschien wat twee. Ik heb ook een idee. Dat rent. Inderdaad, het lijkt mij heel leuk als we nog samen met u en al deze kinderen op de foto gaan. Zeg, maar als jullie nou eens rechtop komen staan. Kom maar eens gezellig bij, kom maar rechtop staan. En dan met je beste kant naar voren. Maar ik gooi je dat goed doen. Zeg, wil jij dan misschien voor het trapje komen staan? Kom je ook voor het trapje staan? Ja, gezellig. Want dan kan iedereen goed op de foto. En dan mogen de paparazzi's, mamarazzi's hier vooraan komen staan. Om een mooie foto te maken. En zullen wij dan tellen van 7 naar 0? Goedemorgen. Telt u dan met ons mee? Ja, natuurlijk. Al gelukkig. Daar gaan we. Daar gaan we. Je mag er wel bij. Klaar. Nou, dan kan je dat wel heel goed. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar. 7. 6. 5. Of 4. Ja, o, spannend. 3. Ja, ja. Dan gaan we lachen. 2. 1. Lachen. Dan de bloed. Ja. Staan we er goed op? Ik denk het wel. Oeh. En u bent zo fotogeniek, dat zit wel goed. Ja. Deze herinnering, hè? Ja. Met die foto. En ook alle boeken en alle takjes. Ik draag ze voor altijd met me mee. Maar voor nu zeg ik nog een hele fijne dag. En tabby.